Ja, Lars Veldwijk, nou, vandaag is dan bekend geworden dat de wedstrijd definitief doorgaat. Geen politiestaking. Zijn jullie daar nog mee bezig geweest als spelersgroep dat die wedstrijd eventueel tegen Den Bosch eraf zou gaan? Ja, je leest wel hier en daar dat de politie misschien wel staken. En het is fijn dat ze nu eruit zijn en dat de wedstrijd 100% doorgaat. Een wedstrijd op zondag, wil je wel even wennen voor jullie? Volgens mij wil je ook wat liefst op zondag spelen of is vrijdagavond ook wel lekker? Nee, ik heb liever avondwedstrijden. Ik vind het mooi dat de lampen aangaan. Er zit wat meer sfeer in dan overdag. Maar nu hoef je tenminste niet zo lang te wachten voordat de wedstrijd is. En toch een beetje een onbekende tegenstander. Ja, iedereen weet dat de zoon van Merab Jordania er veel geld in heeft gestoken, Den Bosch. Dus ja, weten jullie misschien wel wat jullie te wachten staat? Ja, inderdaad, ze hebben 11 of 12 nieuwe spelers. Waarvan denk ik 10 buitenlandse jongens. Dus het is voor ons veel onbekende spelers. Alleen ik denk als Sparta zijn in een thuiswedstrijd moet je ook wel van je eigen kwaliteit uitgaan. En de vorige twee thuiswedstrijden hebben jullie ook 2 keer in een 2-0 winst weten om te zetten. Ja, dat zijn degelijke cijfers. Alleen je proeft een beetje dat mensen toch vinden dat het wel iets sprankelender mag. Hoe vinden jullie dat? Tuurlijk willen we mooi voetbal laten zien, maar het is typisch Nederlands als je 3 keer wint en 3 keer de 0 houdt, dat nog steeds iedereen tevreden is. In het buitenland zouden ze hier heel tevreden mee zijn. Maar de mensen mogen wat verwachten. Wij willen het liefst ook mooie voetbal laten zien. Maar het gaat uiteindelijk wel om de 3 punten. En dat hebben we de laatste 3 wedstrijden hebben we dat gedaan. Dat is het belangrijkste, maar het liefst willen we ook wel mooi voetbal. In de laatste thuiswedstrijd ben jij naar de kant gehaald als aanvoerder. Terwijl het nog 0-0 staat. Wat voor je ervan? Dat lijkt me normaal. Ik zat niet goed in de wedstrijd, ook al ben ik aanvoerder. Ik heb daar geen problemen mee. Ik zat niet goed in de wedstrijd. Ik was ook niet... Helemaal ook zo fris die dag, dus dat kan gebeuren en zondag hoop ik weer te spelen. Nu ben je ook heel erg afhankelijk van de aanvoer, hè? En dan zag ik in die wedstrijd dat heel veel spelers het zelf proberen. En ja, jij bent er misschien meer bij gebaat, meer betrokken te worden in het spel. Zit ik ernaast? Nee, daar heb je gelijk. Ik ben helaas geen Messi die 5 man uitspeelt. Ik heb inderdaad voorzet en bal in de 16 nodig. En die kan ik daar zelf niet heen brengen en zelf erin koppen. Maar ja, ik heb inderdaad mijn medespelers nodig en hun weten dat ook. En ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we als team winnen. Dat hebben we nu 3 keer gedaan en we moeten deze lijn doorzetten. Dan komen mijn goals vanzelf weer. Want die samenwerking voorin moet nog beter. En ja, dat heeft denk ik tijd nodig. Er is ook een jonge jongen met wie je voorin staat. Halil Dervizoglu, moet dat nog in elkaar worden ingesleept? Ja, zeker. De eerste wedstrijd dat we samen speelden, Eindhoven, ging dat goed. Daarna was het 2 wedstrijden ietsje minder. In de voorbereiding hebben we niet heel veel samen kunnen spelen. Dat is jammer. Maar dat heeft inderdaad tijd nodig. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Nu scoor je in de allereerste wedstrijd tegen Twente gelijk een doelpunt. Daarna eventjes niet meer. Ben je dan een spits? Ja, ik wil niet zeggen dat je zelfvertrouwen wordt aangetast, maar ben je toch zo snel mogelijk op zoek wel weer eens naar een doelpunt om van die hatelijke 0 af te zijn? Ja, natuurlijk is het vervelend als je niet scoort, maar het wordt pas serieus als je geen kans meer creëert. En gelukkig heb ik dat nog wel gedaan, alleen op dit moment vallen ze even niet binnen. En dat is vervelend, maar als je wedstrijden wint, dan heeft de spits geluk dat niet iedereen naar het doelpunt van de spitsen kijkt. En wel naar de 3 punten die we wel hebben. En wat je zelf al zegt, hè? We kunnen allemaal negatief zijn, maar Twente uit, spelen jullie een goede wedstrijd, verliezen jullie daarna gewoon 3 keer in overwinning, de 0 gehouden. Dat is volgens mij een goede basis om de komende weken op voor te beduren. Ja, zeker. Als je 3 keer de 0 houdt, is dat heel goed. En we hebben nu 3 keer achter elkaar gewonnen. Twente was goed, alleen daar winnen we niet. Dus ik wil liever een wedstrijd en dat we goed voetballen en verliezen.